Welkom op de eindejaarsconferentie van Raf Koppen! Bedankt, dat is goed. Het is in orde. Niet te veel applaudisseren, nee, dat we nog wat met de tijd hebben. De mensen vragen mij altijd zo dat ik een eindejaarsconferentie doe. Raf, jongen, waar had je allemaal inspiratie? Hey, hoe schrijf je dat? Ik heb het allemaal een keer meegebracht. Zeg. Kijk, je gaat dat zien, hoe ik mijn teksten schrijf. Ja. Boekskes! Boekskes, ja. Als, Ize, Nele en Fanny in de werf. Dat gezien? Nele en Fanny in de werf. Dat is dat lesboekkoppel dat huis daar gewonnen heeft. Hey. Dus, ik vind dat goed dat ze dat in een huis steken, zoiets. Dus, Anders komen ze toch maar op straat voor te betogen en om gelijke rechten en zo. Dus, wat ik van VTM geweest had ze nog een kind bijgegeven. Dat was zeker als ze in de buiten kwamen. Dus, ja. Of dingen wij nog allemaal. Hey, pas op, als je de boekjes leest, je verschiet wat je allemaal ziet. Hè. Also, wat BV's dat er dit jaar uit elkaar zijn gegaan. Hey. Als Luc Wijns en Mita van der Maat, Hans Ott en Christel Strubbe, Guste Kosterani de Koning, Schatteman en Couvreur, Eva Pauwels, mijn vriendin. Hey. Alhoewel, Eva Pauwels die heeft nu, het schijnt, definitief gekozen voor een latrelatie. Hey, lesbisch als het uitkomt en biseksueel als past. En, maar Schatteman en Couvreur, dat die uit elkaar zijn, dat vind ik niet erg. Wat mij betreft, die kunnen niet ver genoeg uit elkaar gaan. Hè, want als ze bij elkaar komen, het is toch maar om te zingen. Dus jongens toch. Nee, maar in de showbiz, jong, dat is het een en het ander. Ik heb ook vorige week ding gezien. Isabella A. Die heeft dit jaar haar zoveelste vriend zanger gedumpt. Moet dan even opletten, Isabella A. Die verkeert altijd met Vlaamse zangers. Hè. Dat is over een Vlaamse zanger. Een dag van vandaag, het is veel gemakkelijker Isabella A. te versieren dan een platencontract. Hè. Veel, hè. Dat is waar. Alhoewel, je mocht dat niet meer zeggen. Hè. Het is Isabella A. Dam. Hè, want ze gaan nu een showbiz-duo beginnen met Eva Pauwels, Adam en Eva, en daarmee... Maar professioneel, hè? Professioneel, want privé is ze nu single. Nee, dat is ook zo'n trend van het afgelopen jaar, zo van die vrouwen die single zijn. Hè? En die zijn daar zeer tevreden mee. Oh ja, ik ben zeer tevreden met mijn singleschap. Ja. Maar ik heb geen man meer nodig in mijn leven. Nee. Voor mijn seksuele behoeftes doe ik af en toe wel aan zelfbevrediging. Ja, vooral de spuitkop van de douche is daarbij zeer interessant. Ja, die geeft mij altijd een zeer warm gevoel van binnen. Ja? Zeker als de boiler op 130 staat. Nee, maar ja... Vlaamse koppels, het is ongelooflijk. Je kunt ze zot niet bedenken of het bestaat allemaal. Hè. Er zijn er ook de nieuwe koppels gestart, gelijk als Laesterella heeft een nieuw lief. Echt waar? Laesterella heeft een nieuw lief. Hè. Daarmee dat ze brandverzekering is kwijtgespeeld. Hè. Want ja, een oude schuur dat in brand staat, dat is niet te dekken. Hè. Ja, maar heb je dat niet gehoord? Laesterella heeft dit jaar 3 uur in de lift gezeten met Paul Michiels van Soul Sister. Vast in de lift. Paul Michiels moest dat toe van zijn therapeut. Hè. Om af te kicken van zijn seksverslaving. Ja. Het is gelukt. Ja, maar pas op, dat mensen is nog actief. Hè. Onderschat niet, Laesterella. Ze heeft dit jaar meegedaan in de Puppetry of the Penis. Ken je dat? Also, die show waar dat de gasten met hun fluit Eiffeltoren na doen en de WTC en de Twin Towers en de bananen en komkommer zo. En zij treedt erop in het voorprogramma en zij kan zo met haar schaamlippen een Big Mac na doen. Ja. Maar wel zonder de tomaten, hè. Dus, wel met de spekreepjes. Dus, en de saus moet je zelf kiezen, hè. Dat is een gevaar. Maar we zijn van het jaar veel koppels ook uit elkaar gegaan. Het beroemdste koppel dat dit jaar uit elkaar is gegaan. Jij komt gewoon om deel te nemen, meneer. Jij hebt de rest... Oké. Okay. Komt ook van de welleiskliniek van... oké. Okay. Uw schoonheid zit van binnen waarschijnlijk, want van buiten zit ze niet. Oké. Okay. Het beroemdste koppel dat dit jaar uit elkaar is gegaan. Wat lief? Rani de Koning, alsjeblieft. Mensen gaan naar huis. Zeg, kom aan. Kim en Leten, hè. Allee, ja. Kim en Lid. Hey. Kim, hey, pas op, dat moest. Hey. Kim moest het afzeggen van haar dokter om haar op pols te laten rusten. Pas op, haar pols is genezen, maar hij zit met een tenniselleboog. Hey. Nee, maar ik heb vernomen dat komt omdat eigenlijk Leton kon niet gewoon worden aan de Limburgse mentaliteit. Hey, dus, nochtans, in Australië heeft daar een equivalent van, hey, de Aboriginals. Dus, Ik weet één ding, hè. Had Kim de dochter geweest van Jean-Marie Pfaff, dat huwelijk had plaatsgevonden. Dat huwelijk, ja, al was het maar voor de sponsors, maar dat huwelijk had plaatsgevonden. Lacht er maar mee, maar... scheiden kun je achteraf nog, hè. Ja, Jean had zelf een groot scheidingsfeest georganiseerd, zo in Sportpaleis in Antwerpen, zo. Divorce game, hè, zo, plaats van love game. En dan Kim die het officieel kan uitmaken in 3 sets en iedereen naar huis en zo, hè.
Ja, maar hij heeft toch zo dit jaar dat huwelijk geregeld van Lindsay en Dave. Nee? Dat was ook gearrangeerd, speciaal voor VTM, om een verhaal in te hebben. Hè? Ja, dat is zo gearrangeerd huwelijk, dat ze zeggen. Hè? Hey? Een verstandshuwelijk. Hè? Verstand, hè? Maar nee, ik ben mis. Een verstandshuwelijk bij de paf. Nee, dat kan niet. Nee, ben mis. Nee, ben mis. Sorry, nee, ik was mis. Ik was even mis. Nee, maar de paf, dat is toch een nest, hè, jongen. Kijk daar naar. Oh, het verdoemen toch. Wat dat daar allemaal binnen... Hey. Als die hier rond zijn kot vier muren zetten, in een gesloten instelling. Hè? Nee, hey. Wat dat allemaal bij elkaar steekt, zeg je. Jongen, jongen. Echt waar, ik vind dat precies een Marokkaans gezin, hè. Echt waar. Hè? Zo we allemaal bij elkaar en geen enkele werkt. Ja, dat is... Ja. Je ziet dat in Antwerpen is, hè. Dat, ja, ja, ja. Nee, maar in feite, ik vind die vrouwen bij Pfaff, die zouden allemaal een burka moeten dragen. Hè? Ja, dat is, want, Jean zou het graag hebben, hè. Meer plaats voor sponsors. Ja, goed. Nee. Ja, maar dat gaan we allemaal op tv ziet een dag van vandaag. Meneer Henneke, niet meegaan aan Boer zoekt vrouw? Wat ik, of van de nieuwe mama. Ik denk dat je het kent van ergens, maar ik weet niet van... Hey. De nieuwe mama, kijk dat. Moedersverwissel. Hey, precies dat die kinderen dan niet zien dat dat hun moeder niet is. Hey, hey. Hey Kimberly, kan ik je onze moeder? Amai, ze is niet meer depressief, ze zorgt niet meer en sloopt terug bij onze vader. Goed, hey. Oh, ja, 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 goed, hey. Ja, maar je kunt zo zot niet bedenken of het komt op tv, jong. Dus, ik heb ook genoten van de wellnesskliniek, hè. Hey, of zo, of operaties op tv, ik zie dat graag. Echt waar, zo. Schoonheidsoperaties, dat is mijn ding, hè. Kijk, hè. Dus, ja, je kunt dat altijd doen op tv, hè. Je moet daar niet meer voor betalen. Hè. Je gaat naar een tv en je laat daar borstvergrotingen doen en liposucties en neuscorrecties en zo. Zo'n buurvrouw van mij heeft dat gedaan voor VT4, voor dingen, Expeditie Mariette Vermoezen. En ja, en die heeft zo alles laten inbouwen, al een baarmoeder als laat uitwerken met sierpleister, schaamhaar vervangen door tapijplein, vibrator ingebouwd met zonne-energie. Dus, ja, maar dat marcheert dus niet, hè, want dat zit daar compleet in donker. Dus dat was dat direct uit natuurlijk. En wel denken, maar je lacht er mee, maar dat bestaat. Hè. Of je lacht er niet mee, maar het bestaat. Hè, dus, kan me niet schelen wat je doet. Doet het is uw avond, hè, maar ik weet dus, ja, het is toch waar, dat bestaat allemaal. Zo van, je kunt zo niet. Like Margit Hermans in haar vette periode, die had zo een keer een vibrator met een GPS-systeem. Ja, ja, want anders reed daar compleet verloren tussen die darmen en die magen en die pancreas en dat was dat. Ja, maar ja. En dan heeft ze op een gegeven moment zo'n ring rond haar maag gelegd, met drie rijstroken. Hey. Want anders was het elke keer dat hopstropping, tussen de Chateaubriands en de Boulette, dat was niet meer te doen. Hè. Dus, maar nu is het allemaal perfect georganiseerd. Als nu een Chateaubriand een Boulette tegenkomt, oh, ze de gaier gerokt. Ah, via de ring, hè. Geen probleem. Hè. Ja, en dan gaan ze bij Jevoeibergs. Ja. Ja, een beetje dik, hè. Ja, van allemaal vet weg te snijden. Ja, maar mevrouw, in zo'n vet lijf ben ik niet te snijden, hè. Ziet er mijn messen kapot springen, hè. Dus dat doe ik niet, hè. Ik ga moeilijk. Mijn billen schuurt tegen elkaar als ik stap. Ja, blijf dan zitten, hè, mevrouw. Hè? Dat, ja, maar... Of Trad van Fortuin, kijk, hè? Mensen articuleren slecht op tv, hè. De Trad van Fortuin ook zo. Leuk jong. Ik ben Rudy. Hoi. En wij komen ook al van Duits. En ja, ik ben 57 jaar, behanger. En ja, ik denk, ga een pintje. Ja, een pintje. Hé, hoe nee? En ik ben vader, ik heb plakken in Luc. Ja, ik ben behanger. Dus. Ik ga zeggen, de D van, dat ik het niet weet. Nee, maar dat een normale mens slecht spreekt op tv, dat vind ik niet erg. Maar als dat zo van professionele presentatoren uitgaat, oh ja. Ik weet niet, dat je die presentatie gezien hebt van Idool. Oh, amai zeg. Hey. Oh. Hey, van Koen en Chris Wouters. Amai. Oh. Nee, precies, Chris en Yves van Man bij Tont. Nee, ja, zo. De ene zegt iets en de ander zit er debiel op te kijken. Zo, hè. Nee? Ja, maar ja. Nee. Goedenavond, dames en heren. Hè. U kan nu bellen of sms'en voor Yuri of voor Wouter. U kan ook zeggen, kus mijn kloten. Ik ga slapen. Wist u dat wij hiervoor ook nog betaald worden?
Nee, maar ik ben jaloers op Clouseau. Ik geef dat toe. Een beetje jaloers op Clouseau, want die gasten doen dat goed. Hè. Zo dat sportpaleis vol spelen. Ik moet nog elke week in een parochiezaal met nestels staan afdraaien. Dus we gaan het jaar een keer overlopen. Het is een jaaroverzicht. Een keer kijken wat ik hier allemaal heb. 14 november, wat is er dan gebeurd? 14 november. Allee, zeg maar. Hè. Oprichting van het Vlaams Belang. Wat dan is hij dat niet weet zeker? Jij hey. Daar geen rechts in de hoek, daar, jij weet dat toch? Hè. Dat, hey. Vlaams Belang, oprichting, 14 november, toch? Ja, kom. Maar ik vind een domme naam, eerlijk gezegd. Als je mij gedacht vraagt, gevraagd had niemand nu dat ik hier toch sta, ga ik het toch maar zeggen. Hey, dus, ik vind het een ozel naam. Ja. Vroeger konden zeggen, het blok. En dan zeggen, hey, dat is een blokker. Of die, dat zijn blokkers. Hey, blokker, hey. Nu, een belanger. Hey. Een belanger, dat klinkt toch niet, hè? Ik vind dat dat niet klinkt, dat is mijn gedachte. Dus, ze hebben dan de eerste lidkaart gegeven aan Karel Dillen. Hey, dat was er ook. Ja, bedankt voor deze eerste lidkaart. Ja, ik zal ze rond mijn fluit hangen. Maar, ja, het is een lidkaart, ja. Ja, ja. Hey, maar, belangrijk, op die gasten. Gelijk wat er gebeurt, ze winnen altijd, hè. Het is ongelooflijk, maar gelijk wat er gebeurt, ze winnen altijd. Dus, ze mogen veroordeeld worden, racisme, moord, verkrachting, drugsdealen, vrouwenmishandeling. Hè. Altijd komt de winter zeggen, meneer de moderator, dit is een aanfluiting van de democratie. Dit is werkelijk een kaakslag voor de vrije meningsuiting. 1 miljoen Vlaamse kiezers worden hier zomaar te kakken gezet, meneer de moderator. Dit kan niet, dit is... Nee, wacht. Als de vrouw van Rob Verijken had gewild dat zij niet was gekwetst worden, had zij haar hoofddoek maar moeten aangehouden. Dat is de waarde. Maar nee, nee, nee. Wat heeft men gedaan? Men heeft de wetten omgevormd om het blok te kunnen muilkorven, om ons te kunnen klein krijgen, maar dat zal niet gaan. Meneer de moderator, dit is geen democratie. Dit is particratie. Dit is demagogie. Dit is hypocrisie. Dit is hyperventilatie. Ja. Ja, ja. Hé. Hey. Nee, en dan de Vlaams Blokkiezer, dat is gesproken, hè. Oh. Dat is de mening van de man in de Villa Waak. Oh. Absoluut, hé. Hey. Stuur ze maar terug naar Ramala, geef ze nog 2 tickets voor de cinema. Ik wou, hey. En wat heeft de Winter ook gezegd, hè? Hey, meneer de moderator, hey, iemand met een hoofddoek aan, wat ons betreft, die tekent zijn terugkeercontract. Ten eerste, ik zal er geen contract voor geven. En ten tweede, allee, uit Antwerpen raken ze toch niet weg. Hè. Alle straten liggen in open gebroken. Dus, hoe dat moet gebeuren, dat weet ik ook niet. Hè. Dus, Nee, pas op, die hoofddoek dat zou ik nog toelaten, maar een burka dat vind ik ook overdreven. Een burka, dat is overdreven, dat is erover. Ik weet, ken je dat, een burka? Moet dan gaan naar rieken en zo. Hè? Dat stinkt daarvan binnen, ik zweer het u. Als je daar van bovenaan die spleet gaat rieken, dat is de moeite. Zeg, dat zijn eensgezinswoningen eigenlijk. Hè? Dus, die mogen daar in boeren en in kakken en zo. Dus, vandaar de naam burka. Hè? Dus, de laatste k weggelaten om het een beetje welvoeglijk te houden, maar... Maar dat blok is niks veranderd dan uw belangheid of blok of 100 punten of 70 punten of 0 punten of zo. Ja, dat komt altijd op zelden neer en zo. En ik weet, hè, zo voor de vergaderingen worden daar racistische moppen getapt. Hè. Dat is waar, dan komt er zo Karel Dillen bij de Winter en dan zegt hij zo... Filip, weet je wat het is? Ja, een neger die het warm heeft. Een neger die het warm heeft, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ja, een sneaker. Ja. Hey, of weet je wat het is? Een kalender bij de Marokkanen. Een kalender bij de Marokkanen? Een almakak. Ja, goed, hè. Nee, maar dat gematigd blok dat bestaat niet. Lobito Bak heeft dat ook gezegd. Lobito Bak heeft dat gezegd zo van in het begin. Hè, een gematigd Vlaams blok, dat bestaat niet. Dat is als een giraf met een korte nek en lang haar. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Nu had het anders moeten formuleren, want een blokkiezer snapt dat niet. Allee, had moeten zeggen van... Nee, een gematigd blok, dat is als een neger met dunne lippen en een korte fluit. Dat bestaat niet. Nee, dat is als een Marokkaans gezin met 1 kind en een vader die weggeeft. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Hey, zo, ja. Is dat wat geestig, blok onder mijn lachen, hinder? Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Meest allemaal eender, dus... Nee, maar pas op. Ze hebben dit jaar opnieuw 2 toptransfers gedaan. Hè. Dus dingen, Reddy de Meij en Emil Goel. Als je dat mee kunt uitpakken, pas op. Dat is, voor elke blonde stoot 2 lelijke venten. Dus, is toch waar? Hè? Dus, nee, maar de mensen. Allee, ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar gevoeld zo. De mensen beginnen dat zo. Ja, zo zenuwachtig te worden. Zo bij het minste wordt er gereageerd op alles en nog wat. Zo. Ik weet niet dat je deze zomer die Krijmkarren-historie daar gevolgd hebt. Dat was daar zo in Opglabbeek, een burger die had klachten ingediend bij de rechtbank omdat de Krijmagalaskarakken te veel lawaai maken. Hé, zulke gasten, als ik een toeter in hun gat steken. Hè. Maar als ik dat hoor,
Hey, dat is toch ongelooflijk. Die eisen een spreidingsplan bij de minister van Mobiliteit voor kruimkarakens. Kun je dat geloven? Hey, of in Mariakerken. Zo'n gepensioneerde die klacht had ingediend tegen de bel van een kleuterschool. Ach, jongens toch. Hey, maar wat voor gasten zijn dat dan? Hey, dat naast een Steinerschool gaan wonen of zo. Hey, daar hebben ze geen bel. Daar beginnen ze en stoppen ze als ze goesting hebben. Hey? Maar dan komen ze wel in hun hof kakken en pissen. Ook als ze goesting hebben. Hey? Ja, maar het is toch... Allee, ja. Je kunt toch als gepensioneerde een dag indelen aan die kleuterschool. Hè? Je kunt toch 50 minuten je krant lezen, 50 minuten een boterham smeren, 10 minuten gaan wandelen, 50 minuten nog met je vrouw wat spelen, 50 minuten de patatjes. Allee, ja. Als je het tempo van een kleuter niet kunt volgen, wat voor een loser zij dan eigenlijk? Hè? Oh, ja. Mensen worden onverdraagzaam, je voelt dat overal. Eigenlijk die headset tegen rokers. Rokers, oh, roken. Jongen, hij is precies een gangster als je nog rookt een dag van vandaag. Ik rook niet, maar kan mensen die roken, laat ze roken. Potverdikke toch. We zitten toch al met veel te veel gepensioneerden. Dat er dan, we kunnen de verzekeringen of de pensioen toch al meer betalen. Dus laat je de mensen roken. Wat is dat nu voor iets? Er is maar één ding dat ik niet kan verdragen. Dat zijn zwangere vrouwen die roken. Daar moet ik niet van weten. Zwangere vrouwen, nee, dat vind ik... Want het is bewezen dat baby's van zwangere vrouwen worden meestal 2 maanden vroeg geboren. Ja, want die denken, oei, dat brandt hier, moet er weg. En die zijn al verslaafd voordat die geboren worden. Hè? Want het eerste wat die doen is aan dat schaamhaar begin trekken. Hè? Want die denken dat dat pruimtabak is. Dus... Dat is zo aardig. 23 september was er toen gebeurd. Iemand een idee, 23 september? André Hazes is gestorven. Hè? André Hazes is gestorven. Hè? Toch wel belangrijk zeker. Hè? Oh, zij gelooft in mij. Oh, vertrouwen en zij allemaal. Hé, goh. Maar niet content dat hij een dood is, zeg maar. Zo'n gezag, hè. Dan is hij begraven in de arena in Amsterdam. En zijn postuur, de Kuip, had ook veel beter geweest. Hè. Dat ze hem daar midden op een stip liggen en dat ze hem dan wegschotten of zo. Dan, ja. Een beetje te vroeg als hier een beetje. Jongen, jongens, toch. Als Marco Borsato nog wil doodvallen, zijn we van Hollands lied verlost. Hè. Dan, hey, Boudewijn de Groot, die leeft nog, hè. Dat is de enige die nog leeft, eigenlijk, hè, want Nederlands lied. Maar die doet mee in Flikken. Kijk, dat Flikken, dat is ook, jongens, toch. En die zingt al eens niet, hè? Die acteert daar gewoon. Dat zou toch eens een contract moeten staan, dat op het einde een keer zingt, dat iedereen content is. Nee, of toch minstens zijn teksten binnensmokkelen in het script, hè? Zo te sterven op het water zonder pas, zonder papier. Zomaar sterven in de haven van het Gentse drugkwartier. Arm kind, 16 lintes op ril. Hé, hey Brit, valt het je op dat je veel scherper lijkt nu dat blond van je hoofd is verdwenen? Nu dat blond van je hoofd is verdwenen? Nu dat blond van je hoofd is... Nu dat blond... Hey? Het refrein is 4 keer, hè? Ja, ja, het is... Nee, maar dat kadert allemaal in meer Vlaams op de radio en op tv. Ja, dat was een voorstel van Margie Termans dit jaar. Hè? 40% Vlaams op de radio. Hè? Kun je dat voorstellen? Jongens, we zitten al met zoveel depressies en zelfmoorden. Dan komt zij dan eraf met 40% Vlaams op de radio. Hey, daar kan ik niet meer lachen, eerlijk gezegd. Zeg. Dan koop ik met een hoofddoek mijn oorproppen, hè, als dat erdoor komt. Maar griet, hè, ze zou beter terug beginnen verdikken, hè. Is in tijd verkozen geraakt omdat ze 130 kilo woog. De mensen hebben daarvoor gestemd zo, en dan begint ze te vermageren. Ik vind dat geen doen. Hè. Sorry, dat is kiezersbedrog, vind ik. Zoiets, hè. Ik vind gestemd voor het totaalpakket, gestemd voor iemand. En dan moet dat zo blijven. Ja, 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 ja. Maar dat is zo'n trend, hè. Vermageren moet je doen. Hè. Dat zijn een goeie, hè, als je maar vermagert. Hè. Wie is er van die allemaal niet vermagerd? Dat is ja, maar Griet en Koen Krukken en die Merckx en Mita van der Maat. Jongen, jongen. Ik ben echt content met politici als Geert Lambert die nog dik willen blijven. Hè, en zeggen, oké, okay, dat kan ik nog... Maar ja, wat moet je ermee doen? Ik weet het niet. Hè. En dat wordt zo gepropageerd in de media. Hè, als je maar mager bent, oh, dat is een goeie. Hè. Want dik zijn, dat is ongezond. En je krijgt daar kwalen van. En slecht voor je hart. En je bloedsomloop en je cholesterol. En voor je seksleven. Hè, want dikke mensen krijgen minder erecties, zeggen ze. Hè. Dat is niet waar. Dikke mensen hebben veel erecties dan anderen, maar ze zien ze niet. Dat is het probleem. Ze zijn een dikke neger, maar... Ze zien ze niet, dat is... Jongen, jongen, laat je de mensen een keer doen, wat is dat nu voor iets? Allee. Oké, okay, wat hebben we hier nog allemaal? Hè? Even kijken, hè. Dus, 18 oktober. Iemand 18 oktober? Dan is er een enquête verschenen in klasse over spijbel op school. En 11% van de gasten spijbelt regelmatig. Dat is niet veel, hè, 11%. Nee, in Atheneum, Madeleine Jacques Mott in Elsene, daar is het omgekeerd, hè. Dat is 11% die regelmatig komt. Dus, ja, maar de leerkrachten hebben dat graag, hè, want dan hebben ze minder kans op slagen. Hè, want er wordt regelmatig en gebatterd daar. Maar nu gaan die naam van die school veranderen binnenkort. Hè. Madeleine Jacques Mott op uw gezicht.
Maar ik vind, spijbel, dat is de fout van de leerkrachten zelf. Je moet zien dat je lessen interessant genoeg zijn dat de gasten niet willen spijbelen. Ik heb ook les gegeven. Bij mij werd er niet gespijbeld. Mijn lessen, dat was interessant. Gasten kwamen graag. Achteraan in de klas, dat was adolescent vriendelijk. Was dat een toog? Een frigo, een moviebox. Een bedje waarin ze konden slapen. Een chatbox. Oh ja, elke vrijdagnamiddag gaf ik pornovideo. Hè? Om de gasten te houden, anders zijn ze kwijt. Hè? Ja, maar ja. En dan mochten ze zich uitleven, ze mochten meedoen bij mij. En dan deden ze mee met de video. Poepen, nekke, poffen, bissen, voffen, voffen. Totdat een directeur binnenkwam. Hè? Dan kon ik de cassette terugspoelen. Jongen, ik heb er van alles meegemaakt. Dus, Nee, maar je moet u aanpassen aan uw publiek als leerkracht. Of je komt er niet. Hè? Dag van vandaag, een leerling, dat is een klant. En jij moet zien dat je beantwoordt aan de eisen. Want anders komt er niet. Hè? Bij mij een spijbelaar die kreeg een ander examen als iemand die elke dag naar school kwam. Hè? Ja, dat is normaal. Als je spijbelt, kun je niet zoveel weten als dat je er elke dag zit. Hè? Dat is nog normaal. Hè? Dus, bij mij een spijbelaar die moest een joint kunnen rollen, perfect konisch trompet met te veel speeksel. Ik gaf die een blinddoek, die moest breezers kunnen herkennen. Hij moest een brommerke kunnen opdrijven binnen 10 minuten. Dat waren examenvragen voor spijbelaars. En ik had succes, want de gasten kwamen. Maar man, pas op, ik gaf wiskunde. Het is niet voor het lachen wat ik geef. Ik gaf wiskunde. Als je dat moet geven, en je geeft dat op de normale manier van x kwadraat plus y kwadraat is z kwadraat. Ze dragen nu buiten. Ze dragen nu buiten, lekker als ze gelijk hebben. Dus mijn lessen, ik gaf dat al rappend. Ja, ik kwam binnen met mijn basketsloefjes en met mijn klaksken en zo. Goedemorgen, ik ben de koppenstraf van wiskunde. Ja, daar weet ik alles af. Vandaag heb ik het over de integraal. Neem jullie boek nu allemaal. We nemen onze boek op pagina 10. We luisteren nu allemaal naar Lien. En dan kwam Lien ervoor. What's a page, motherfucker? I don't have a book in my bag. Don't you see that stupid asshole? Hang on the loose, man. Suck your dick. Suck. Vooruit, Lien. Ga nu aan de deur. Zit u bij meneer de directeur. Who's the digi, motherfucker? Where's the door of the digi? Who's that pussy sucker? Pussy sucker. Ja, zo. Zo was dat bij mij, hè. Ja, ja. Wat is het? Ja. Pas op, in het begin had ik dat niet door, hè. In het begin was dat ook op de klassieke manier van... Kom, jongens, neem jullie boek, pagina 28. We beginnen over de integraal. Al die gasten. Koppes, buiten, koppes, buiten. We nemen onze boek bij 28 in integraal, de eerste hoofdstuk. Koppen, Jeannette, kop. En ik dan... Jongens, het moet stil zijn. Ik begin de les niet voor het muis stil is. Koppen, Jeannette. Ik begin de les niet voor het muis stil is. Ja, ik ben nooit kunnen beginnen. Het is mij nooit gelukt. Dus, jongens. Ja, en om de uur was dat gewoon, was dat een zaterdagavondsfeer in mijn les. Dan kwamen de gasten bij mij babbelen over hun exploten in de week en in het weekend. Zo, hey, meneer Koppes, ja. Ik heb een joint gepaft. Aan een joint gepaft, daar kun je nooit accident tegenkomen. Ja, ja, je zweeft 10 meter boven de grond. Hè, dus, tenzij dan een ander tegenkomt die ook een joint gepaft heeft. Maar dat heeft niks. Ja, maar er zat een gast in mijn les een joint te rollen. Als ik zo een klas binnenkwam, s'morgens dacht om de vraag in te geven. Ik zei, mannekes, neem ik een bladje papier. Binnen 2 seconden, iedereen met zo'n fritzak. Kom eens, we steken iets op van... Ja, dat stond ook in die enquête van klasse dat 1 op 3 junkies woont nu nog thuis bij zijn ouders. Dat verschoot ik van. Ik dacht dat de meeste wielrenners toch geld genoeg hadden om zelf iets te kopen. Dus, dat verschoot ik nu af. Dus, nee, maar om duur. Ik moet zeggen, het ging er een beetje gortig aan toe en je moet er de vijs op zetten, want anders ze dragen nu buiten. Hè. En om duur, aan het einde toe, begon dat zo een beetje strenger te worden. Want ja, dan mochten ze geen hoofddoeken meer dragen, mochten ze naar het toilet gaan, mochten ze geen walkman meer opzeggen, mochten ze geen joints meer roken. Nee, godsdienstsymbool uit een boze. Nee, alsof van die Marokkaanse meisjes met een hoofddoek buiten. Nee, dat moest er bij mij niet meer afkomen. Nee. Als er dan een Jehovah in je klas zit, dan moet je dan niet toelaten. Dan moet je 2 seconden op je deur gaan kloppen ook. Ja, oké. Ik ga toch nog een keer drinken, jongens. Dank u. Tweede deel, dames en heren. Andermaal geen moppen over de tetta van Justine Nij. Stoon prestat, veel te plat ook trouwens. En ook geen moppen over Tregenwoud, ook afgezegd. Dus moppen over DHL. Iedereen kent de problematiek van DHL.
DHL wou 35.000 nachtvluchten per jaar, de mensen in Zaventem nul. Dat is niet gemakkelijk op te lossen. Hè. Met de Hana's eerste minister hadden een compromis gehad. Hè. Die had gezegd... DHL, 35.000 nachtvluchten per jaar. Geen probleem. Als je ze allemaal op één nacht doet. Nee, maar in die kwestie van DHL, hè, er is niet genoeg gezocht naar oplossingen. Er is niet genoeg gezocht naar oplossingen. Hè. Bijvoorbeeld, waarom konden mensen in Zaventem zelf niet gaan werken bij DHL? Hè? Ze wonen toch kort in de buurt en ze kunnen s'nachts niet slapen. Oh ja. Ja, moet ik als komiek al de oplossingen gaan uitvinden? Moet ik het gaan zeggen misschien om duur? Hè? Wat is dat? Of kunnen ze geen nachtroutes uitstippelen juist boven die huizen waarvan de mensen s'nachts niet thuis zijn? Hè? Of juist boven de bordelen van Zaventem, daar wordt er s'nachts toch gewerkt. Allee, er zijn toch oplossingen genoeg? Ook van DHL uit is er niet genoeg gezocht naar oplossingen. Hè? We konden bijvoorbeeld werken met geluidsarme toestellen. Nee, dat was ook een mogelijkheid geweest. Toestellen die vliegen op elektriciteit of op batterijken of op zonne-energie, op windenergie. Hè? Of met zweefvliegtuigen. Pas op. Allemaal relatief. Hè? Pak de zweefvliegtuig vol met Antwerpenaren, dat maakt nog even veel lawaai. Dat is een MD-11. Hè? Dat is, dat is relatief, ik weet dat. Maar het is niet gemakkelijk. Pas op. Zeker als er dan de Franstaligen ertussen komen, daarin zie je dat we in een ingewikkeld land leven. Hè? Met het Brussels gewest, Vlaams gewest, Waals gewest, wat nog allemaal. Hè? Ja, dus, ze dachten, we gaan iedereen zijn eigen problemen laten oplossen. Dan krijg je zo van die vliegtuigen die overal overvliegen. Hè? Dat is het probleem van iedereen terug. Dus, ja. Hey, maar België, dat is een huwelijk dat stuk gelopen is. Hè? Je ziet dat. Hè? Dat is, gelijk als we nu al bezig zijn, ik zou al denken dat ze over het alimentatiegeld aan het babbelen zijn. Hè? Hey, gelijk als Brussel half wil worden, wat moet daarmee gebeuren? Niet gemakkelijk, hè? Maar dus, ja, dus, als er een scheiding gebeurt, hè, je kunt niet zeggen de jongen bij de vader en de meisje bij de moeder, zo simpel ligt dat allemaal niet. Hè? Ik vind co-ouderschap voor Brussel half veel voor de co-ouderschap. Een week bij Wallonië, een week bij Vlaanderen, een week bij Wallonië, een week bij Vlaanderen, een week bij Wallonië, hè? En één keer in de maand twee dagen bij Brussel geweest, dan een week bij Wallonië, een week bij Vlaanderen. Hè? Of anders zo, hè, die straten of die huisnummers opsplitsen. Hè? De even huisnummers bij Wallonië, de oneven huisnummers bij Vlaanderen. De even, hè? En dan de 15e van de maand omwisselen, dan is iedereen content. En zo iedereen komt, wat moet je meer hebben? Dus... Ja, maar die Waal, ik heb dat dit jaar gevolgd, dat is de moeite. Hè. Met Wallonië, daar hebben we dus serieus mee afgezien. Hè. Wist je, dus al het geld van de Vlaamse flitspaal, dat wordt in Wallonië gebruikt om de dop te betalen. Ja. Want in Wallonië staat geen flitspaal. Hè. Twee flitspaal. De rest allemaal weggespoeld onder de geldstroom van Vlaanderen. En dan komen die Waalse politici dat ze zeggen, als Isabel Durand, hoor, maar de Brussels gewest ligt niet dwars, maar centraal. Hè. Dus dat is. Hè. Hey, Isabel Durand, ik dacht dat hij begraven was met dat NMBS-dossier of zo. Nee, ik kom daar, de Brussels gewest. Hey. Ken ze nog? Isabel Durand, van de Waalse Groenen. Dat is twee keer miserie. Hè. Waals en groen. Hey. Als ik die op tv zie, dan speel ik met mijn kinderen 10 voor 12. Echt... Zij spreekt een zin uit en wij mogen er de 10 fouten uit halen. Mais c'est bien le soir d'avant dormir de regarder dans le propre cœur. Ah oui, het is goed s'avonds voor de slapen gaan even in de open haard te kijken. Ah oui, mais c'est beaucoup mieux qu'un oiseau dans la mer que 10 dans le ciel. Oui, het is beter 1 borst in de hand dan 10 dans le Playboy. Dat is, dat is. En altijd maar dat kop schuin zo, wie ze me montre, dat komt heel goed. Hè. Jongens, toch, wil ze zeggen, ik ga mijn verstand laten samenreizen, dan kan ik iets interessants zeggen. Hallo. Isabel Durand, jongens. Toch. Nee, maar er is zo dit jaar een boek verschenen over non-verbaal gedrag bij politici. Daar ben ik mee gelachen, dat vond ik fantastisch. Zo. Ja, precies dat je daarvoor een boek nodig hebt, een wetenschappelijke studie. Hè? Daarmee hadden de wetenschappers zich bezig met non-verbaal gedrag bij politici. Weet ik wel, als de hanen, dat is teken dat hem niet aanstaat. Hè? Of als die roep, dat is teken dat hij geen antwoord wil. Moet je daarvoor moet je geen boeken lezen? Hè? Weet ik dan ook wel wat dat is? Of als Van der Anotto zo zit te wiebelen, dat is teken dat zenuwachtig is? Ah ja, wat is dat nu? Ja, de begroting, we gaan proberen de begroting, de burgering, de mensen, de begroting en een inburgering te gaan, de besparing voor de mensen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Het is precies dat hij zijn rubberbootje aan het topblaast, niet zo. Jongens toch? Heel Steve Stevaart dat zo met die handen zo. Ja, inderdaad, wij moeten de verzuring proberen tegen te gaan door barbecue-checks te geven aan de mens. Want dat is nodig, hè. En dat is, zeg ik altijd, maar de verzuring moet jij tegengaan. En moet jij tegen de vereenzaming gaan. En dat, want vereenzaming, dat leidt tot stigmatisatie. En stigmatisatie, dat leidt tot individualisatie. En individualisatie, dat leidt tot masturbatie. Ja, maar bij de vrouwen ligt dat... De vrouwen die doen dat als verleidingstechniek, hè, hun gebaren. Zo.
Gelijk als die liggen hun hand in hun hals, terwijl ze aan het versieren. Gelijk als Inge Vervotten. Ja, kijk, we gaan de gezondheidszorg oplissen, dus in de Waalse gezondheidszorg, en de Vlaamse gezondheidszorg, en de Brusselse gezondheidszorg. En dan daar ga ik verder in gaan, want ja, ik ben nu ook minister van Werk, minister van Gezin, minister van Welzijn, minister van Gezondheidszorg. En wat gaan ze nou op mijn nek duwen? Oh. Dat zijn verleidingstechnieken, hè. Heet dat bij Kathleen van Bremt ook, hè. Want die doet dat veel uitgesproken. Die zei zo... jobs, werk. En wat die denkt dat 7-uur-journaal een erotische film is op VT4, hè. Emanuela van Bremt. Jobs, een inkomen. Werk. Zeg. Dan vind ik André Flahaut veel sexier. Ja, ik heb vandaag al goed gegeten. Ja. Ik ben aan het hamsteren met de Vlaamse Oorlog. Nee, of de motzo. Hè. Roken is gevaarlijk. Pijpen, veel gezonder. Ik hou van luxe wafels. Vooral artisanaal. Jongens, wat dat die mannen allemaal doen, of Leterme. Leterme die ziet er zo een beetje uit, precies dat het nadenken is. En je denkt, die mens is bezig met de vergrijzing, met de toekomst van Vlaanderen, met de pensioenen en zo. En dan denkt hij in zijn eigen, tja, goh, ik had daar net in het toilet of beter mijn handen eens afgekuist. Verhofstadt heeft geen non-verbale communicatie. Dat is op zijn gezicht, dat spreekt boekdeel. Dus dat heeft geen non-verbale communicatie nodig. Maar de Gie is populair aan het worden, de Verhofstadt. Hoe meer dat een verliest, hoe populairder dat een wordt. Dat is zo, dat is in Vlaanderen. Wat heeft allemaal? De verkiezingen verloren, achter een Europees mandaat gegrepen, DHL naar Leipzig zien vertrekken. En dat wordt terug populair. Mensen in Vlaanderen zijn voor de underdog. Alleen in dit geval de underrabbit. Maar... dat gevolgd zo dat sinds het accident daar op de ringgrond Gent, toen heeft hij een chance gehad, want hij een serieuze konijnenpoot op zak gehad, denk ik. Maar waarom is hij daar geen 2-3 weken gebleven? Hij komt daarna 2 dagen komt naar huis. Dat is toch, laten we een volledige check-up doen van Den Bosch in de tijd. Hij heeft daar 3-4 weken gelegen. Die was zo veel gezopen dat zijn chauffeur zat was geworden van zijn adem. En van Den Bosch later... Als we 3 weken aan een stuk sigaren te paffen. Moest niet meedoen aan het Rad van Fortuin. En ze vragen van een klinker te kopen. En ze zeggen. Of de hanen ze zeggen. Stevaart zou zeggen: ik wil geen klinker kopen. Ik wil er een gratis. Maar ja, de begroting is in evenwicht. Verhofstadt heeft dat weer al klaargekregen dit jaar. Met dat geld van het OCMW van Antwerpen waarschijnlijk. Heeft dat, En die 200.000 nieuwe jobs die komen er ook. Hij weet nog niet in welk land, maar ze komen er. En als je bijvoorbeeld fiscale amnestie, dat komt er ook door. Als je wat gesjoemeld hebt met geld of zo, dat was zwart geld. Dus je moet daarvoor niet in de bak gaan zitten. Dat is niet nodig. In de bak, dat is voor kleine gangsterkers, voor gasten die een chakos pieken en zo, of die een joint paffen. Die dan moet je in de bak steken, maar of man die sjoemelen met geld, dan moet je in de bak niet steken. Gelijk als met Picanol of zo, als je daar 100 miljoen op 3 jaar verdient, dat moet je in de bak niet steken. Kijk, dat zit hier toch niet. Jan Koenen van Picanol, kijk, dat is een spookfirma, dat bestaat niet. Picanol, dat is een Jeannette-ziekte, dat is... Dat geloven we toch niet? Koen Krukken heeft dat uitgevonden in de tijd, dat is... Picanol, dat is een Westhoek, ga jij kijken, gaat je dat ergens niet vinden. Wat is dat nu voor iets? Maar je moet dan erop letten in de regering, als er zo slecht nieuws is, dat het Van den Broeke niet mag komen uitleggen. Van den Broeke, zo, de communicant van, precies, met zijn gezichten en zo. En iedereen gelooft dat van hem. Iedereen pakt dat aan, zo van Van den Broeke. Ja, de komende 2 jaar in ons land krijgt niemand nog opslag. Alleen omslag, ja. De komende 2 jaar gaan wij de lonen verder bevriezen. Ja, als de stookolie nog zo ver blijft opslaan, zal alles bevriezen. De komende 2 jaar kan iedereen zijn zwart geld aan mij afgeven. Ik zal het wel in de brand steken. Dat is geen reden. Pas op, onderschat hij niet. Van den Broeke, onderschat hij niet. Hij ziet er een braaf mannetje uit, maar pas op. Hij gaat er allemaal 40 uur doen werken. 36 uur werkweek, 38 uur. Gedaan, 40. Ja. Dan zou ze bij de gemeente nog trager moeten werken. Hetzelfde werk.
Onderschat die niet, hè, Van den Broek. Ik zeg het u, onderschat die. Dat is gelijk als Yves Leterme, ziet er een brave jongen uit. Met de vorming van de Vlaamse regering, het eerste wat... Nee, Patricia Sijsters, buiten, hè. Nee, maar ik, met als reden, ik heb thuis al een geit, buiten. Dus, Ja, maar hij heeft het gedaan, hè. Onderschat die gasten dus niet, hè. Dus, en pas op, je gaat ook tot u 65 moeten werken allemaal, hè. Brugpensioen, vergeet het, hè. Van den Broek heeft gezegd, het brugpensioen, dat zullen wij enkel nog toelaten voor mensen met een zwaar beroep. Ja, wat is een zwaar beroep, hè. Ik zeg altijd, hoe meer migranten er in de sector zitten, hoe zwaarder de stiel waarschijnlijk. Hè? Als het allemaal Vlamingen zijn die doen, dan zal het niet zo moeilijk zijn, denk ik. Hè? Want, hè? Ja, maar lach er maar mee, maar zo is dat. Hè? Dus, bij Belga kom, ga putten graven. Hè? Bij minstens graden, dat zo, hè? In zo'n oranje tent en zo. Hè? Dat zo als morgens om 6 uur. Dat is een zwaar beroep. Heb jij die mensen al gehoord op ter zaken in Potvoelende Smet? In recht van antwoord van, ik heb een zware job. Oh, maar ik heb het zee. Heb jij die mensen... Nee! Nee, niet met... nee, die mensen, eerst hebben geen tijd. Ten tweede zijn te moe. En ten derde, ja, spreken geen Nederlands. Die mensen, ja. Maar die mensen komen op de zware jobs. Altijd dat gezeik over zware jobs, zware jobs. Zware... Broekstream van de Hanen, dat is een zware job. Nee, coiffeur van Magda Alvoet, dat is een zware job. Nee, nee, tandarts van Verhofstadt, dat is een moeilijke. Nee. Seismograaf van koning Albert, dat zijn moeilijke jobs. Hè. Maar pas op, ik zeg het u, ga langer moeten werken. Hè. Lacht er maar mee. Hè. 40 uur, pas op, ik weet dat ook wel. Er zijn mensen die al meer dan 40 uur werken in de week. Eigenlijk als Rob Verrijken van het Vlaams Blok. Ja, die klopt meer, dat zijn 40 uur in de week. Hè. Dus, als die thuis komt, die begint nog een keer te kloppen. Hè. Dus, wel op zijn vrouw, maar hij klopt. Hè. Ja, dus... Iets anders nu. 20 oktober. Weet er iemand 20 oktober wat er toen gebeurd is? Niet veel, zeker? Oké, okay, dus ja, het is 28 december. Laat ons gerust eraf. We hebben nog meer werk van het jaar. Dus, nee, 20 oktober, toen is de Gucht naar Congo geweest. Karel de Gucht naar Congo. Was geestig, hè? Hey, ja, ik heb hier in Congo, mag ik wel zeggen, nog maar weinig mensen ontmoet. Politici die op mij een degelijke indruk hebben nagelaten. Ha, hey, dat gaat men zeggen in Congo, hè? Een goeza Karel de Gucht, hè? Zo van die zwart humor. Zo van die, hey, daar zullen die man nogal kunnen mee lachen. Hè? Ja, maar dat vond ik ongelooflijk, hè? De Gucht. Hè? Ze hebben Louis Michel weggepakt van buitenlandse zaken, omdat hij te veel conflicten veroorzaakt in het buitenland. Wie pakken ze als vervanger? De Gucht! Hé! Hey! Nog een groter dan Brasma, hé! Hey! Waarom hebben ze van de eerste keer Koveliers niet gepakt? Hé! Hey! Godverdomme! Ah. Hey. Is toch, bij Tsjetsjenko is het nog geweest, hè? Een week voor de verkiezingen. Het was aan Bras terug, hé! Hey? Met die met zijn rode plekken in zijn gezicht, zo, hé? Dan is hij daar gaan zeggen, ja, Victor, kijk, de verkiezing is nog niet voorbij, maar mag ik u toch al feliciteren met uw uitslag? De Gucht, ja. Jongen, jongens, toch wat voor mannen. Hè. En pas op, ik ga Louis Michel niet goed praten. Michel heeft in het buitenland ook veel kapot gemaakt. Stoel, maar, al ja. Die mens had zeggingskracht, die had overal 2-3 zetels, hè. Die had, ja. Plus de Congolezen zagen hem graag komen, hè, als ze die in de pot moesten stoven. Hè, dat was eten aan voor 2-3 weken. Hè. De Gucht, de pygmee van 1,60 meter, daar kun je niks mee doen. Jongens, jongens, toch. De Gucht. Daar gaan we nog een speren mee zien, hè, die, ik zeg het u. Dus, ik weet niet of je dit jaar de Olympische Spelen gevolgd hebt. Nee, het is voor het lachen. Hè. Het is niet voor het lachen, ik vind het triestig. Hè. Of het Europees kampioenschap voetbal, dat hebben ze zelfs niet meegedaan. Of de Champions League, of wielrennen. Hey, België in het buitenland, hey. Olympische Spelen, 3 medailles. Daar wordt er stil van. Hey. Ik ook, 3 medailles. Hey. Oh. Nederland, oh, 22 medailles. Roemenië, 19 medailles. Hey. Ze wel gepikt hebben, maar kom, ze hebben ze toch. Hey. Dus, ja. Vlaams Blok lacht, zie ik. Dus, Nee, maar het is toch waar. Allee, ons sportbeleid dat stelt niks voor ook. Hè. Dus je hebt ook van die gasten... Allee, like als, sporters, dat hebben wij niet, maar ministers van sport, geen probleem. Hè. Nu Bertje Nansio, www.blijfsmoed.bb. We gaan toffe dingen doen. Oh, toffe dingen doen. Is dat nu een minister van sport? Het enige sport dat gedaan heeft, is overgelopen. Meer heeft hij niet gedaan. Hè.
jongens. Oh. Dat is toch wel, en van die gasten van het BOIC moet je niks verwachten. Hè? Van de bobo's van de Olympische Federatie. Die gasten zijn daarbij om te eten en te drinken. Hè? En dan elke dag op restaurant te gaan en hun kast vol te steken. Maar sportbeleid vraagt u daar niks over. Als je die gasten vraagt, hè, wat is uw visie op sport in Vlaanderen of in België, dan zeggen ze... Meer komt daar niet uit, ik zeg het u. Ja, ja, ja. Nee, maar ik heb heimwee naar de tijd van Jean-Marie de Dekker. Echt, Jean-Marie de Dekker, dat was tenminste een judo-coach met bal als lijf. Hè, dan hadden wij karavracht medailles in 1996. En de Dekker zegt dat zelf ook, hè, dat topsport in België de laatste 50 jaar, dat was hij. Hè. Hij zegt dat van, ja, kijk, de laatste 30, 40 jaar topsport in België, dat was ik. Ik mag het wel zeggen, eerlijk, ik heb aan de lopende band topjudoka's geproduceerd. Ja, vandaar ook mijn naam, de Dekker. En ik was maar een matig judoka. Ik ben maar geraakt tot zwarte gordel, vandaar ook mijn naam, de Blekkendekker. En kijk... Ja, maar dat was topsport. Hè. Ik vind, als we nu nog een keer medailles zullen moeten halen, we zullen ze zelf moeten organiseren. Hè. Dat zal de enige mogelijkheid zijn om nog medailles te winnen, dat is zelf organiseren. Tegen 2016, ik zou dat naar hier halen. Dan winnen we alle medailles. En tegen dan is Blokker aan de macht, dan mogen er geen buitenlanders meer binnen. Hè. Dan winnen we alles. Hè. Nee, is goed, hè. Ja, maar dat is... Allee, ja. Jongens, toch... Denk een keer na, wat kunnen wij nu? Allee, heb je dat gevolgd, die atleten, Jean-Michel Seyffe, dit jaar, de Olympische Spelen, Jean-Michel Seyffe, een half uur gaat pingpongen, gedaan en naar huis. Hè? En dan zeggen, oh, maar ik ben zeer tevreden van de Olympische Spelen, ik ben zeer tevreden, ik ben zeer goed, ik kijk al uit naar de volgende Olympische Spelen. Jongens, dat een keer naar werk uitkijkt, in plaats van... Hey, of Aagje van Walleghem, voorlaatste in het turn. Hey, proficiat dat ze haar nek niet gebroken heeft. De roeiers, content dat ze niet verdronken zijn. Dan hebben we nog... Cédric van Brandeghem, halve finale, 400 meter, gewipt. Ja, maar ik heb mijn zegelgramme gezegd, het was vrij wijs. Ik ben zeg tevreden dat ik er was. Ja, ik heb misschien geen medaille gepakt, maar kom, ik heb toch Kim Gevaert gepakt. Dat is ook niet niks. Dat is niet niks. Hey? Daisy de Bok. Ha, 33ste in het karabijnschiet. Jongens, we willen toch krapul en gangsters genoeg rondlopen dat beter kan schieten dan Daisy de Bok. Ja. Oh. Nee, dat... nee, er zijn toch allochtonen dat sneller kunnen lopen dan Cédric van Brandeghem. Hè? Moet maar zien dat ze zijn kostpiek en erop dat ze weg zijn. Hè? Zo rap heb ik Cédric nog niet. Hè? Gaat hij straks 10 minuten wandelen in Antwerpen en je hebt er 5 direct binnen. Ja, maar het is triestig. Wat wij kunnen, dat is triestig. De Olympische Spelen voor gehandicapten, dat kunnen wij. 7 medailles op 27 atleten, daar moet je fier op zijn. Hè. In het pingpongen, in de categorie tot 1 arm. Nee. Dan de cricket voor gasten met een hout en been. Als je gewicht even voor het wergen. Nee. Je gaat er gewoon onder staan en je zegt gewoon. Nee. Meer niet. Jongens, toch. Ja, maar ik kan er niet meer lachen. Echt waar. Of schermen voor gasten zonder een romp. Is je daarop geraakt? En pas op, bij de validen. We hebben nog een paar goede medailles gehad bij de validen. Axel Merckx en Justine Nij. Justine Nij. Hout gehaald. Dus, ik denk dat die dit jaar lesboog gaat worden. Echt waar. Als je mijn gedacht vraagt, gevraagd, niet, maar nu dat ik hier toch sta. Dus ik denk dat die gaat lesboog. Dus, dan gaan ze beginnen tennissen met Navratilova of met die Fransman, met Maurice Moe. Denk je dat niet? Nee, maar pas op. Mijn sportief hoogtepunt dit jaar, dat was mijn deelname aan Quista. Op Sporza, niet gezien? Sporza. Quista. Ik heb dat meegedaan, ik heb dat in het panel gezeten bij Eddy Merckx. Ja, dat is Eddy Merckx, hè. Pas op, hè. Eddy Merckx, hè. Dat is BV's, hè. Dat is ook een gast. Ja, Eddy Merckx, ik kon niks uitbrengen. Ik was gewoon aan de grond genageld. Dus dat was Eddy Merckx die naast mij stond. Dat was, hè, en die moest zich voorstellen. Ja, ik ben Eddy Merckx. Hij was nogal wat dikker dan nu en zo. Je verstond hem wat moeilijker. Zo van, hey, van, ja, kijk, zeker ons achter, wat op. Ik ga vijfde keer proberen. Pas op, dat was nog verstaanbaar als je dat vergeleek met Freddy Maartens. Want die was er echt Freddy Maartens, die was... Dat was van, ja, ik ben Freddy Maartens, ik ben Freddy Bergman. Ik ben van Vlaanderen, ik ben van Vlaanderen. En dan ging ik van Vlaanderen. En dan ging ik van Vlaanderen, ik ben van Vlaanderen, ik ben van Vlaanderen. En dan ben je het doelig niet, ik ga van Vlaanderen zien. En dan ging ik van Vlaanderen. Die jongen is gids in het wielermuseum van Roeselare. Kun je dat geloven?
Als je daar niet verloren loopt, dan gaat het ook niet. Hè. Dan, Nee, of museum, die zit daar ook zo. Hè. Dat, ja, nou, daar komt dus niks uit, hè, museum. Ja, ik dus, zei het niet. Goeie kampioen, ja. Ja, kijk, dan ook. Ja, van Vlaanderen. Ja, als je die moet interviewen, dat is gelijk als masturberen op een foto van Leicester. Dat is trekken en sleuren om er iets uit te krijgen. Hè. Dat gaat dus niet. Maar museum, nu mag je geen commentaar meer geven op de VRT, hij is geschorst. Hè. Omdat daar wespen en kevers en gesneden broden gepakt heeft. En, wat dat allemaal betekent, dat ga je binnenkort weten als de roman van Mario de Klerk verschijnt. Nee? Hij heeft dat gezegd, die, allemaal die wespen en zo, dat waren allemaal figuren voor in zijn roman. Maar dat geloven toch niet, een coureur dan een boek schrijft. Hè? Dat is gelijk als Sam Goris dat zegt dat zijn doctoraatsthesis gaat verdedigen. Dat geloof je? Wie gelooft dat zo? Ja, maar dan is dingen nog heerlijker. Jo Plankaart, die is tenminste... Oh, een dikke dommerik, jongen. Als ik dat geweten kan je veel meer gepakt. Dan kan je Gipo en wespen. En dan kan je veel kutsekkoersen gewonnen. Dan kan ik een half jaar in een bakken zitten. Maar kan je toch gewonnen. Een dikke domme kluts. Een dikke dom. Hè? Nu, hij maakt er wel een denkfout. Het is niet omdat je veel pakt, dat je veel wint. Hè? Nou, hij is daar zelf het beste bewijs van, trouwens. Dus. Allee, maar... Of Frank van den Broeke, gans apothekerskasten gepakt. Wat heeft hij gewonnen? Leuk, Bas Naken, leuk. Hè? Dat is alles. Ah, moet je ervoor, hè? Leuk, Bastenaken, leuk als zo'n junkiekoers. Dus, ja, wie doet dat van Luik naar Bastenaken en terug naar Luik rijden? Dat... Blijf dan in Luik eens zeggen. Hè. Ik vind het dat meer zou moeten. Also, in het VTM-journaal bijvoorbeeld om 7 uur, zo, waarom dan zo niet wat meer liedjes? Hey, dat moet allemaal niet zo serieus. Het is toch allemaal entertainment en plezier. En, dus, als er zo een keer een serieus nieuws komt, dan geeft dan een keer al zingend zo. Als er bijvoorbeeld een vrouw in een burka in Antwerpen gesignaleerd is. Ziet de moslimmekjes een burka dragen, van achter of van voor, je kunt nergens niet door. Hoe moet de mannekes geen vrouwkes naaien, hij is potdicht van voor, je kunt nergens niet door. Wat de burka, zit potdicht. Ja, de burka, zit potdicht. Hey, dat moet toch allemaal zo'n beetje entertainment in het nieuws, moet toch kunnen? Hey, bijvoorbeeld een aardbeving of een windhoos in Amerika, Grete Keizer, live, vanuit Washington. Een aardbeving of een orkaan, dat merk je nooit van vooraf aan. Een aardbeving of een orkaan, die doet de Amerikanen gaan. Van voor naar achter, van links naar rechts, van boven naar... Oh, dat is toch... Oh, maar dat hoort toch niet, zoiets dat kan... Dat zou dan niet tof zijn, in het nieuws. Hey, bijvoorbeeld een zelfmoordterrorist die zijn eigen opgeblazen heeft in Bagdad. Zeg, ken jij de moslimman, de moslimman, de moslimman? Zeg, ken jij de moslimman? Hij is vandaag ontploft. Hey? Of in Antwerpen. Hey? Bijvoorbeeld Raymond van het Groenewald dat zijn nieuwe single voorstelt. Laat die mensen naar de studio komen met Abu Jaja. De nieuwe antiracisme-single met Raymond en Abu Jaja. In Antwerpen, daar zijn er veel racisten. Hun kop is leeg, het blok dat vult ze op. Eerst is het Hindoe en dan de Marokkanen. En nu is het Oostblok, de grote zondebok. Oh nee, niet met deze jongen. Al de racisten, hij gaat ze achterna. Hij zal proberen op hun kop te kloppen. Ik heb het hier over Abu Jaja. Ja, 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 ja. Ambiance. Ja, 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 ja. Come on. Ja, 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 ja. Nee, of Walter de Buk met zijn nieuwe single voor DHL. Laat die jongen dat voorstellen in de studio. Nee, laat die jongen een keer komen. Mijn vlieger van DHL. En God omhugen, hij mocht lawet. Laat hem mocht vliegen, 10 keer per nacht. Ik zijn zo duur, dat ik sloppen zacht. Hey, of de nieuwe single van Wiltura. Live in de studio, het 7 uur journaal, waarom niet? Over die flitspaal die ze vandaag in zijn straat geplaatst hebben. Hey, waarom niet? Hey, moet toch kunnen? Wiltura. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Wat jammer van die
laatste flitspaal die hierbij ontstaat in de straat. Het is een hele mooie flitspaal, alleen spijtig dat hij niet gaat. Dank u wel. De mensen rijden 130 en trekken zich die paal niet aan. Het is nogthans een mooie flitspaal met alles op maar niks geëen. Nu staat hij daar met zoveel fierheid. Met zoveel fierheid. Met zoveel pakkans. Zoveel pakkans. Maar zonder de filmrolke in. Dank u wel. Dank u, dank u. En ja, ik zou willen afronden met een gedichtje dat geschreven werd door mijn Nederlandse vriend Rick de Leeuw. En hij heeft mij dit gegeven en ik mag daarmee de avond afronden. En ik ga het ook een beetje doen à la Rick de Leeuw. Nee, dus als u mij toestaat, een beetje met de microfoon standaard een beetje. Dat is mijn voorspel, hè. Ja. Nee, dat al gezien zo, die gasten die kan dat goed hè, met dat microfoon. Also, of Arno, die kan dat ook. Huh. Huh. Ik zag een wufje. Ik zag een wufje. Ik zag een wufje. Huh. Godverdomme, ze manjeffig. Huh. Hey. Ja, maar die gasten kunnen daar show mee geven. Hè. Dat is zo naar boven en naar beneden. En, zo, hey, dat is de moeite, hè. Alleen met de kreuners, dat is al 30 jaar hetzelfde. Also. Ja, maar ja, pas op, doe het maar, hè. Het schemert in de kamer en Walter zingt weer vals. Dat is geestig, ja. Dus, Hey, pas op, als een statief, je kunt dat voor alles gebruiken, hè. Dat is niet alleen voor te zingen, hè. Also, Andrea Bocelli en Stevie Wonder die gingen dan mee vroeger naar huis, hè, na een optreden. Also... Ja. En als er een band plat stond... Maar Arno, dat is best... Die zingt beter dan spreekt. Hè. Als die bij hem thuis hè, zijn lavabo kapot is, dan belt hij naar de loodgieter. Er is hier een fit onsanitair. Joie. Het verdomme. Maar enfin, we gingen dus Rick de Leeuw doen. Sorry, even laten gaan. Ter afronding, Rick de Leeuw. Tweeduizend en vier. Voorbij. Gedaan. Maar aan de horizon wacht een nieuw jaar. Tweeënvijftig weken, 365 dagen, 2005. Welkom. Jazeker. Welkom. Ho. Hey. Het gaat toch rap. Dank u. Dank u.
Goed bezig. Goed bezig. Chris Vermeer. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt. Ja, we gaan er nog een lap op geven. Als bisnummer ga ik mijn top-up medley doen. Kost u goed, voor mijn eigen ook een keer te amuseren. Dus, ik ben groot geworden in de jaren 70 en ja, ik weet niet, in de tijd van top-up, dat was muziek. Groothars, dat was muziek. Van de jaren 70 zo, ABBA, Mutt, de Rubets, Mick Jagger. Nee, dat was wel iets vroeger. Maar top-up, dat was toch een programma. Dat was het eerste programma met een e-mailadres, wist je dat? Top-up, Ad Visser. Dus een... Dat is waar. We konden daar je favoriete top 3 naar doormailen. Ik vond dat fantastisch. Allee, ja. Hey, maar die artiesten dat toen, dat was anders dan wat nu. Hè. Ik wil er een ode aan brengen aan Waterloo en Boney M. En George McRae. En dan, mama, take me home. Hey, met zijn fluit tussen de deur en dan zingen. Hè. Dat is, Of dingen, de Backman Turner Overdrive. Dat was overdreven, hè? Pas op. Hè. Dat is... Hey, en die begonnen ze halfweg te stotteren in dat nummer, weet je dat? You ain't seen, hey, dus, de Backman Turner, halfweg te stotteren. En 3 weken nummer 1 gestaan, hè? Pas op. Hè. Als, I never have a woman. She took my heart away. She said I had it coming to me. But I want it in that way. I think that any love is good loving. So I took what I could get, and she took what I could, and she made me, and said, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. En dan, een half jaar nadien, zijn nieuwe single klakselde. Maar sweet Louis, maar sweet. Geld dat die man daarmee verdiende, man. Ongelooflijk. Of dingen, Radar Love van de Golden Earring. En dat begon zo op het gemak, zo een beetje stoned, zo een beetje cool. Hè. Dan begon hem zelf echt kwaad te maken. Hè. Je kent dat niet? I've been trying all night, my head on the wheel. And I come, I hold my knee dead here. Well, I baby come and I need. En dan in één keer begon dat zo. Oh, is she a lonely hood for a dominator? Red, I love. Dat was er. Nee, maar pas op, er waren ook schoon liedjes in de jaren 70. Gelijk de Sutherland Brothers on Quiver, ken je dat nog? Met dat nummer van Freddie Willoughs daar. Also, eh? The Eyes of Freddy. The light shine down on Freddy. And the wind blows in his ugly face. Oh, I wish I had never had the face of Freddy. Freddy was the ugliest guy I've ever seen. Yeah, he is the king of the Pokemon. Many people ask me who's that little boy. Well, he is the king of Sint Niklaas. Whoa. Hey, dat was toch schone muziek, ik vond dat, of dingen. Jacques Brel. Hey, als we dan mee kunnen afronden in de Zuiderkroon, dat is toch, hey, Jacques Brel. Dat is toch wel, hey. Hey, dus voor de mensen van Canvas dat ook meekijken, hey. Jacques Brel. Hey, dat is toch wel als je dat... Hey, maar Jacques Brel, hey, pas op. Hey. Ik was jouw hamissier. Ik was de leeuw. Ik was geen spreeuw. Ik was de best, beter dan de rest. In het peloton was ik een baron. Maar nu is het gedaan, ik geef de pruier aan. Het is genoeg geweest, ik heb genoeg gereisd.
'cause you want me see. 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 Is gemakkelijk, hè? Is niet moeilijk, hè? Ik heb niks gepakt. Ik heb niks gedaan. Ik reed altijd clean op persappelsien. Ik heb nooit geslikt. Ik heb niemand gepikt. Ik heb nooit getrist. Ik heb zuiver gepist. Alleen als het moest. En in hoogste nood. En in koersen groot. Een gesneden brood. En een wesp of twee. En een keverier. En wat ik ze zie. En spacecake puree. Ik was jouw hamissie. Ik was jouw hamissie. Ik was de best. Beter dan de rest. En ik ging ervoor. In elke koers. Van Waalse Pijl. Tot Druivenkoers. En dan won ik ook. Ja, dan won ik ook. De Gold Race. En Gent-Wevelgem. En Parijs-Roubaix. En Parijs-Roubaix. En Parijs-Roubaix. 3 keer Parijs-Roubaix. Ik was Johan Musée. Was Johan Musée. Alsjeblieft, vrouw zweeg. Jacques Rogge zweeg. Iedereen zweeg. Ik vraag respect. Dus, iedereen zweeg. Ik wil respect. Dank u.